Tycho Stakenburg. Dames en heren op het kanaal van de GeoInsiders. Mijn naam is Tycho Stakenburg, jouw favoriete software developer. Zoals ik al zei, ik ben Tycho Stakenburg, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Maassluis. Ik doe de opleiding software developer. Maar wat doen we nou op de opleiding software developer? Wacht. Wat doen we nou op de opleiding software developer? Nou, we zijn vooral bezig met software developen. De naam zegt het eigenlijk al. We zijn dus vooral bezig met HTML en CSS, waar je eigenlijk websites mee maakt en kan mooi maken. We leren daarbij ook JavaScript, wat heel erg werkt met formulieren als je bijvoorbeeld ergens wil inloggen. Ook krijgen we dit jaar te leren PHP. En wat is dan PHP? Als je bijvoorbeeld bij een dierentuin wil en je wil kaartjes bestellen. Ja, dan is het ook fijn dat die kaartjes in je e-mail komen. Daar zorgen wij dus ook voor. Wij gaan ook leren C#. Dat wordt vooral gemaakt om apps te maken en games. Ook al krijgen we op deze opleiding niet echt lessen in games maken, toch krijgen we de codetaal C#. Hoewel ik nog 4 dagen in de week op school zit, zit ik helaas ook nog 1 week thuis. Maar dat betekent niet dat we minder kunnen doen. Waar wij vooral nu mee bezig zijn, is de beroepsles. Hierin zijn wij bezig met projecten die in het eerste jaar nog door de docent vaak wordt opgegeven en in het tweede jaar meer door bedrijven wordt gegeven. Waar we nu mee bezig zijn is Show Your Zoo. Maak een nieuwe dierentuinpagina voor een dierentuin, waar wij de dierentuin Toronto Zoo hebben. Dit is onze voorpagina. Dit is eigenlijk niet waar ik mee bezig ben. Waar ik vooral mee bezig ben geweest is de contactpagina, waarin alle informatie staat die je moet weten. Waar het gelokeerd is, als je een vraag hebt dat je het kan stellen en echte informatie dat ook je naar Facebook gaat als je erop drukt. Ook ben ik bezig geweest met echte linkjes. Mocht je er nou op drukken, dan ga je er ook echt heen. En het grootste project waar ik helemaal mee bezig ben geweest. Dit zijn alle informatie die je voor de website wil weten. Dit is dus voor het vak beroeps. Wil je nou meer weten over de opleiding? Blijf dan vooral met vlogs kijken. En voor dit een leuke video, beloon dan met een duimpje omhoog. Laat een comment achter, abonneer. En dan wil je een video kijken van een andere GeoInsider, druk op een van de 2 video's hier. Tot ziens!